Vandaag een antwoord op de vraag van Dirk. Dirk kampt al jaren met maagklachten. Dit vond hij eerder in de eerdere jaren niet zo heel erg vreemd, want Dirk heeft jarenlang enorm overgewicht gehad. Hij viel zelfs in de categorie morbide obesitas. Hij heeft kilo's, kilo's, kilo's overgewicht gehad. Ook had hij in die jaren dat hij die kilo's overgewicht had, had hij een nogal belastend, niet bepaald voedzaam eetpatroon. Dus vanuit die twee dingen samen kon hij heel goed zijn maagklachten in die jaren begrijpen. Want van buitenaf stond er door zijn behoorlijk zware lijf, stond er een behoorlijke druk natuurlijk steeds, hè, op zijn maag. En van binnenuit, ja, de stoffen die in zijn maag belanden, dat waren nou ook niet echt vriendelijke stoffen voor die maag, zeg maar, om te moeten verwerken. En hij had ook grote porties en heel de dag door, dus die maag die kreeg nooit eens rust. Die stond van buitenaf en binnenuit enorm onder druk, dus dat kon hij echt wel begrijpen, die maagklachten in die jaren. Maar nu niet meer, want Dirk is in de afgelopen jaren kilo's gewicht kwijtgeraakt en heeft inmiddels een gezond gewicht bereikt. Ook heeft hij inmiddels een voedzaam, normaal, niet zozeer belastend eetpatroon. Daarmee heeft hij ook dat gewichtsverlies bereikt. En hij had verwacht dat zijn maagklachten, die hij eerder duidelijk begreep door zijn overgewicht, door zijn eetpatroon en de kwaliteiten van de porties daarvan, dat zijn maagklachten zouden afnemen nu die hoge druk van zijn zware lijf zou zijn afgenomen en de druk of de belasting door hetgeen hij at heel de dag door in te veel te grote porties. Maar zijn maagklachten zijn niet afgenomen. Dus dit begrijpt Dirk echt totaal niet. Dus de vraag van Dirk is: hoe kan het dat ondanks mijn kilo's, en dat zijn echt niet weinig hoor, gewichtsverlies en een duidelijke verbetering van mijn voeding en ook de verdeling van voeding en de portiegrootte over de dag en dergelijke, mijn maagklachten niet zijn afgenomen. En mijn maag dus eigenlijk nog steeds te kennen geeft: ik vind dit niet prettig. Ik raak hierdoor geïrriteerd. Jij belast mij. Dat is de vraag van Dick. Nou, Dick, je maag, wat behoort die eigenlijk te doen? Je maag behoort jouw voeding, met name eiwitrijke voeding, te verteren. Wat wil dat zeggen? Tenminste, een stap van de eiwitvertering vindt plaats in jouw maag. Wat wil dat zeggen? Jouw maag dient als reactie op de aanwezigheid van eiwitten in jouw maag sappen af te geven met enzymen erin die die eiwitsplitsing, de eerste stap van de eiwitsplitsing, voor hun rekening nemen. En diezelfde sappen die dragen ook bij aan het kleiner maken van grove voedingsdelen. En dat vindt allemaal plaats met een behoorlijk zuur sap. Dat sap, dat is zo zuur. Ja, het moet dus eiwitten afbreken. Ja, er zitten ook eiwitten in jouw maagwand. Die moeten natuurlijk niet afgebroken raken. Maar dat zuur is zo zuur dat eiwitten die daarmee in contact komen wel aangetast raken. En afbreken, ja, dat irriteert dus die cellen in jouw maagwand die eiwitten bezitten. Dus wanneer jij maagklachten hebt, dan doet dit vermoeden dat het belanden van voeding, met onder andere wat eiwitten erin, wat vaak toch wel aan de orde is in meer of mindere mate, of jij nu voedzaam eet of niet, jouw maagwandcellen kan irriteren, zolang de beschermende laag van slijmstoffen in jouw maag, die behoorlijk dik is, die de zuren die afgegeven worden in jouw maag om de eiwitsplitsing, die eerste stap van de eiwitsplitsing mogelijk te maken, maar ook bacteriën te doden en grove voedingsdelen te verkleinen, dat het op afstand blijft van die eiwitten in jouw maagwand, zodat die intact blijven en dus niet geïrriteerd raken. Jouw maagklachten duiden op het feit dat het belanden van voeding, waarna dus die zure sappen worden afgegeven in jouw maag als reactie daarop, dat dat
jouw maagwandcellen irriteert, de eiwitten al daar doet irriteren, afbreken, kapot doet maken. Dus die laag van slijmstoffen kennelijk in jouw maag, die is niet echt zo beschermend meer. Verkeerd, niet in goede conditie. Nou, daar moeten we het over hebben. Die beschermlaag van slijmstoffen, ja, die kan steeds door slijmproducerende cellen die jij en ieder ander in zijn maagwand heeft, kan hersteld worden. Die slijmproducerende cellen kunnen steeds slijmstoffen, glycoproteïnes vormen, afgeven aan het extracellulaire milieu, zodat er een laagje van slijmstoffen bovenop jouw maagwandcellen komt te liggen, die dus die zuren die afgegeven worden in het lumen van jouw maag, de holte van jouw maag, wanneer voeding daarin belandt, op afstand doet houden. Zodat het niet geïrriteerd raakt. Kennelijk doen die slijmproducerende cellen in jouw maagwand, ondanks gewichtsvermindering, ondanks veel voedzame voeding, doen het niet zo goed. Waardoor, ook al heb jij veel voedzamere voeding, ja, als reactie daarop moet toch vertering plaatsvinden. Moeten die sappen afgegeven worden. Die zure sappen die jouw maagwandcellen kunnen irriteren. Ja. Zolang slijmlaag niet hersteld is, niet intact is, niet in goede conditie verkeert en die slijmproducerende cellen in jouw maagwand het nog niet goed doen, ja, dan zul je alsnog maagklachten houden. Dit is dus kennelijk bij jou aan de orde. Die slijmproducerende cellen in jouw maagwand, die worden geproduceerd, dat zijn kliercellen. Kliercellen kunnen enkel goed functioneren en hun product, in dit geval slijmstoffen, glycoproteïnes, afgeven aan het extracellulaire milieu wanneer zij goed bevoorraad worden met vocht en voedingsstoffen die nodig zijn om die glycoproteïnes, die slijmstoffen, te vormen. En wanneer ze energie bezitten. Maar jouw lichaam is altijd, ieders lichaam trouwens, bezig met overleving. En dat overleven, dat hangt samen met het bewaken van een ideale bloedsamenstelling. Een ideale bloedsamenstelling die maakt dat jij overleeft. Kan overleven. Een bloedsuikerspiegel binnen en boven en ondergrens. Een bloeddruk binnen en boven en ondergrens. Een ideaal vochtgehalte, ideale zuurtegraad, een ideale hoeveelheid opgeloste stof in de bloedbaan. Op het moment dat jouw lichaam moeite heeft met het bewaken van die ideale bloedsamenstelling, ja, waar gaat dan niet zoveel aandacht naar uit? Naar de vocht- en voedingsstoffen aanvoer, naar minder belangrijke weefsels en organen in jouw lijf die niet direct nodig zijn om te kunnen overleven. Ja, daar valt ook jouw maag en daar vallen ook jouw darmen onder. Dus dat betekent dat op het moment jouw lichaam moeite heeft te overleven, wat dus samenhangt met het bewaken van de ideale bloedsamenstelling, ja, dan zou de aanvoer van vocht en voedingsstoffen richting jouw maagwand en darmwand afnemen. En kan het zo zijn dat na verloop van tijd die slijmproducerende cellen in jouw maag, ja, niet met regelmaat die slijmstoffen af kunnen geven, want die hebben onvoldoende energie, die hebben onvoldoende bouwstoffen om die slijmstoffen mee te vormen. Weet dat, ook al is jouw eetpatroon voedzamer ten opzichte van eerder, en ook al heb je kilo's gewicht verloren op basis van het voedzamere eetpatroon, dat het helemaal niet hoeft te betekenen dat het voedzame eetpatroon optimaal voorziet in vocht en zogenaamde essentiële voedingsstoffen. Dat betreffen stoffen die jouw lichaam nodig heeft, continu, elke dag opnieuw, om een ideale bloedsamenstelling te kunnen bewaken en uiteindelijk ook op basis daarvan een regelmatige, goede aanvoer van vocht en voedingsstoffen richting weefsels, organen in jouw lijf, die net wat minder belangrijk zijn om te doorbloeden, te bevoorraden, om te kunnen overleven. Dit doet vermoeden, Dirk, dat jouw veel gezondere eetpatroon tekorten heeft veroorzaakt in deze stoffen in jouw lijf, waardoor de bloeding van jouw maag en darmen niet optimaal verliep. En het belanden van voeding, ook al is dat veel gezondere voeding, veel kleinere porties, veel beter verdeeld over je dag, in jouw maag irritatie teweegbracht, omdat die slijmproducerende cellen de slijmerige beschermlaag niet goed intact hebben kunnen houden.